Politie zoekt getuigen van mishandeling in centrum Nijmegen. Druthe en Wiegen willen horeca verduurzamen. En eetcafé Bliksem bestaat 25 jaar. Dit is het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht. Deze week meldde de politie dat ze op zoek zijn naar twee jonge mannen die in de nacht van 16 op 17 juni in de Karrengas in het centrum van Nijmegen een man van 42 jaar oud van zijn fiets duwde en daarna mishandelde. Via het NPO-programma Opsporing Verzocht heeft de politie inmiddels beelden vrijgegeven van het incident en de daders. Deze twee jonge mannen lijken zich uitstekend te vermaken in het centrum van Nijmegen. Wat lallend lopen ze over straat. Maar al gauw slaat ze die stemming om. Dat zien we hier. Eerst moet een fiets het ontgelden. Het was de vroege nacht van 17 juni toen hier twee jonge mannen in een zwart en een wit shirt in de Karrengas met een fiets gingen gooien. Aan de andere kant van het blok woningen bij de Bloemenstraat en Café de Plak komt op dat moment een 42-jarige man aanfietsen. Die de jongens later hier zal passeren. Hij rijdt rond 1:15 over de Karrengas waar de twee jonge mannen hem tegemoet lopen. Wanneer ze doorlopen komen de jongens de man tegen. De jongen in het witte shirt versnelt naar de man toe en duwt hem van zijn fiets af. En vervolgens begint het schoppen en slaan. Hier komt hij aan. Werkelijk vanuit het niets vallen de twee hem aan. Gelukkig kwam er snel een man vanuit die hoek en wist de jongens weg te jagen. De politie is op zoek naar deze man omdat hij misschien meer informatie heeft over de mishandelaars. Ook is de politie op zoek naar andere getuigen die de mishandeling eventueel gezien hebben. Weet wat je achterlaat. Dat is de nieuwe campagne van de gemeente Wiegen en de DAR om bewustwording te creëren over restafval. Vorig jaar werd er gemiddeld 111 kilo restafval per inwoner ingezameld. Wiegen scoort daarmee gemiddeld vergeleken met andere gemeenten. Daar moet verandering in komen, vindt onder meer wethouder Van Bronckhorst. Deze rol bevat 12 restafvalzakjes van 1 kilogram per stuk. Want het doel is ook 1 kilogram per persoon per week. En via de app Weet wat je achterlaat kan je aangeven dat je zo'n rol wil komen ophalen bij het bedrijf hier achter me. Ja, het is belangrijk dat de inwoners van gemeente Wiegen bewust worden van de hoeveelheid restafval. Daar helpen de kilozakjes natuurlijk bij. Want als jij 1 kilo per persoon per week hebt, dan weet je dat je goed je afval scheidt. En hoe beter je dus je afval scheidt, hoe meer grondstoffen wij kunnen hergebruiken voor nieuwe producten. En het zou zonde zijn als dat in het restafval belandt, want dan kunnen we het niet meer hergebruiken. De Wiegense wethouder Bronckhorst is erg enthousiast over de campagne en heeft daarom zelf ook van die 1 kilogram zakjes aangeschaft. Ja, de actie is net begonnen, dus ik ben deze week dus ook mijn eerste zakje wat ik nu vast heb, dat heb ik in mijn hand. Dus nog niet helemaal vol? Nee, het is niet vol, maar het is ook pas dinsdag hè, vandaag. Denkt u dat Wiegenaar een beetje openstaan voor dit initiatief? Wiegenaren staan zeker voor het open voor het initiatief. Ze zullen niet allemaal deelnemen, maar een substantieel deel die gaat deelnemen aan de actie. Dat gaan we checken. Heeft u wekelijks veel restafval? Nee, weinig. Nou, dat valt wel mee. Nee, dat valt wel mee. Vindt u afval scheiden ook belangrijk? Ja, dat doen we ook ijverig aan mee. Met alle verschillende zakken. Plastic en papier en zo doe ik allemaal apart. Nou, wij scheiden alles netjes zoals het hoort. Bent u bekend met Weet wat je achterlaat? Nooit van gehoord. Nee. Nee, daar ben ik niet mee bekend. Nee. Nee? Ja, zo'n beetje. Iets heb ik erover gelezen. Vindt u zo'n zakje handig? Nou, ja. Toen ik net van huis afging, toen zag ik dus aan de kant van de weg een hele hondenmop liggen. Toen dacht ik van, mensen leren ook nooit. Kijk, die kunnen zo'n zakje goed gebruiken. Om de hondenpoep op te ruimen? Ja, precies. Heeft u ze al opgehaald? Boek ermee. Druthe en Wiegen willen af van de heaters op de terrassen en duurzamere producten op de menukaart. Beide gemeenten gaan hun horecazaken hierbij helpen. Het doel is om een bijdrage te leveren aan de klimaatdoelstellingen. Druthe en ook Wiegen zijn bezig om de horeca, die natuurlijk uit een hele slechte tijd komt, een nieuwe start te geven. En dan is dit een mooi moment en dat kan op een duurzame manier. Nou, dat gaan we op twee manieren doen. De ene manier is Green Dish. Dat wil zeggen het plantaardiger maken van de menukaart van de Druthese horeca. De andere manier is om de heaters op de terrassen te vervangen voor kussentjes, waardoor echt op plaatselijk, waar het nodig is, de verwarming op de terrassen is.
Bij Eetcafé De Gouden Leeuw in Druten hebben ze al steeds meer vegetarische gerechten op de menukaart staan. Daarnaast gebruiken ze al jaren verwarmingskussentjes, maar sinds kort ook heaters. De warmtekussens die zijn wel heel goed, alleen toch zijn de heaters net iets warmer. Alleen ze kosten gewoon veel meer geld. Ondanks de stijgende energieprijzen gaat de Zwart aankomende winter toch af en toe de terrasverwarmers aanzetten. Als het terras vol is, ja, dat is echt wel een puntje. We kunnen niet meer voor 1 à 2 tafels een heater aan gaan zetten, want dat levert gewoon niks op. De gemeentes werken samen met het bedrijf Sit & Heat en hopen dat de horecazaken voortaan alleen nog kiezen voor een verwarmingskussen. Krijgen horecazaken dat dan ook gratis? Nee, zeker niet. Sit & Heat wordt voor 50% gesubsidieerd door de gemeente Druten tot een maximaal van €1250 per terras. In zowel Druten als Wijchen zal de horeca de komende weken op de hoogte worden gesteld van de duurzame plannen. Een schietincident in Nijmegen-Noord, herdenkingen aan de oorlog en de westingang van station Nijmegen gaat definitief dicht. Kijk mee naar de week van dag tot dag. Nijmegen heeft afgelopen zaterdag een Factor of Memory gekregen. Het herdenkingsteken is onderdeel van een route door Europa langs allerlei bijzondere plekken uit de Tweede Wereldoorlog. Deze Factor staat onder Stadsbrug de Oversteek, een locatie die natuurlijk niet mag ontbreken. Op het grootste verkeersplein van Nederland, het Keizer Karelplein, worden de verkeerslichten vervangen. De werkzaamheden vinden plaats tussen 19 en 28 september en volgens de gemeente zal er geen hinder voor het verkeer zijn. De oude verkeerslichten worden vervangen door slimme. Deze kunnen in de toekomst communiceren met voertuigen. Ook krijgen de stoplichten voor fietsers een wachttijd te zien, zodat ze weten hoe lang het nog duurt voordat het groen is. De ingang van station Nijmegen in de verkeerstunnel onder het station gaat definitief dicht. 1,5 jaar geleden werd deze ingang al afgesloten om overlast tegen te gaan. Gemeente Nijmegen liet weten dat de sluiting een aanzienlijke afname van zwartreizigers en geweldsincidenten veroorzaakte. Omdat de sluiting negatieve gevolgen had voor reizigers vanuit Nijmegen-West, werd de ingang dit voorjaar onder toezicht opengesteld in spitsuren. Deze proef is inmiddels afgelopen en geëvalueerd. Hieruit is gebleken dat ongeveer 2% van de reizigers gebruik maakt van de ingang. Aangezien dit niet opweegt tegen de kosten van de beveiliger, is besloten de ingang per 1 oktober definitief te sluiten. Na het schietincident van afgelopen maandag op een auto in Nijmegen-Noord is de politie op zoek naar getuigen. Bij het incident schoot een 25-jarige man met donkere huidskleur vanuit zijn witte Volkswagen Polo op de auto achter hem, waar 22-jarige mannen uit Arnhem en een meisje van 17 uit Nijmegen in zaten. De schoten werden gelost nadat de bestuurder van de beschoten wagen bij een groen verkeerslicht klaksoneerde, omdat de auto van de schutter voor hem stil bleef staan. De schutter had namelijk ruzie met een andere wagen naast hem. De politie is in het bijzonder op zoek naar de inzittende van die bewuste auto. Het betreft een donkerkleurige wagen met Duits kenteken. Tips kunnen worden doorgegeven via het telefoonnummer 0900 8844. Op vrijdag 16 september om 9 uur in de ochtend organiseerde Parachutegroep Holland parachutesprongen ter herdenking aan operatie Market Garden. Dit gebeurde boven Klein Amerika in Groesbeek. De 44 parachutisten droegen het originele uniform en gebruikten een authentieke ronde militaire parachute en werden met een C-47 Dakota vliegtuig gedropt. NEC heeft deze week haar eerste spelers voor e-voetbal vastgelegd. 8 spelers die rolstoelafhankelijk zijn kunnen nu in een speciale elektrische rolstoel aan voetbal doen. Door de start van het e-voetbalteam gaat een droom in vervulling van de 10-jarige Thijs. Ik heb een contract getekend bij NEC, zodat ik nu kan voetballen bij NEC. Maar het is niet zomaar voetballen, het is een heel bijzonder voetbal. Ja, het is elektrisch rolstoelvoetbal. Ja, uiteindelijk, elektrisch rolstoel wil eigenlijk zeggen voetballen in een rolstoel, in een elektrische rolstoel. Dat komt uiteindelijk vanuit Thijs die een droom had om te voetballen, maar rolstoelgebonden is en eigenlijk niet kon voetballen. En zodoende is dat uiteindelijk bij ons terechtgekomen en hebben wij dat omarmd en opgepakt. En dat wil eigenlijk zeggen dat we in de zaal 4-4 gaan voetballen in een elektrische rolstoel met een bumper daarvoor om tegen de bal te dribbelen of tegen de bal te schieten, zeg maar. Ja, een droom die uitkomt. Omdat ik heel graag wil voetballen. En dat kan dan nu in een voetbalrolstoel, soort van.
Ja, want je zit in een rolstoel. Ja, ik kan wel voetballen, alleen niet zo lang als de normale kinderen, want dan word ik snel moe en krijg ik een beetje spierpijn. Ik heb een spierziekte. En wij hebben een samenwerking met Stichting Koprol en dat zijn gespecialiseerde trainers die ook met de doelgroep overweg kunnen. En zij gaan elke zaterdag 1,5 uur in de zaal trainen en die training bestaat echt uit rolstoelvaardigheden. Dus onder de knie krijgen van de rolstoel, pasen trappen, schieten, dribbelen met de bal en uiteindelijk ook partij spelen. Hoe speel je nou met elkaar, hoe speel je nou tegen een tegenstander? Met de regels van niet botsen met elkaar en scheidsrechter, et cetera. E-voetbal speel je niet in een normale rolstoel. NEC heeft hiervoor speciale elektrische rolstoelen aangeschaft. Ja, we hebben samen met een bedrijf hebben deze rolstoel helemaal op maat laten maken, ook volgens de regels, maar ook ja, volgens de Nederlandse normen en waarden. En we hebben er 4 vanuit NEC aangeschaft en 4 vanuit de KNVB aangeschaft, dus totaal op 8 rolstoelen. Zo'n elektrische rolstoel is niet goedkoop. Daarom hebben meerdere instanties een bijdrage geleverd. Ja, we hebben het hele Rijk van Nijmegen, de gemeentes, gevraagd hè, met dit initiatief om mee te denken. En eigenlijk alle gemeentes in het Rijk van Nijmegen hebben een bijdrage geleverd. En waarvan de gemeente Nijmegen een grote bijdrage heeft gerealiseerd om ook aanschaf van rolstoelen en de ballen te kunnen financieren. Omdat NEC de eerste club in Nederland is die hiermee gestart is, zal het team eerst gaan trainen. Toch hoopt Thijs dat meer clubs hiermee gaan starten. Ja, wij uiteindelijk tegen heel veel clubs kunnen spelen. Vooral tegen Vitesse. En dat we Vitesse kunnen inmaken. Ja! 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 Het Nijmeegs Eetcafé Bliksem bestaat 25 jaar. De maatschappelijke onderneming van Plurijn opende op 15 september 1977 haar deuren en was daarmee het allereerste arbeidsintegratieproject voor mensen met een beperking in Nederland. Achter de schermen werd het afgelopen jaar hard gewerkt aan een allesomvattend jubileumboek over het bedrijf. Het eerste exemplaar werd donderdagmiddag uitgereikt aan burgemeester Bruls. Wij beginnen vandaag met het feest vieren van ons 25-jarig jubileum met een presentatie van ons boek. We hebben een jaar lang hard aan een boek gewerkt. Morgen is een jubileumdiner, wat een 5-gangen-diner is, speciaal ontwikkeld door onze medewerkers. En zaterdag sluiten wij af met een groot personeelsfeest. In het jubileumboek staan allerlei verhalen van oud-medewerkers, medewerkers die hier nog steeds werken. Maar ook van samenwerkingspartners en de oprichters. En het geeft ook een kleine blik in de toekomst. Het boek is te koop bij Bliksem. De locatie hier achter mij voor 10 euro. Ik vind het natuurlijk geweldig, want wanneer kun je nou een 25-jarig bestaan vieren? Dat gebeurt niet meer zo heel veel. En met name dat je zoveel mensen blij hebt kunnen maken, die zich hebben door kunnen ontwikkelen. En al 25 jaar lang, en dat stopt nog lang niet, we gaan nog heel lang door. Ja, dat is geweldig. En om daar een mooi feestje van te vieren, dat is natuurlijk ook heel erg leuk. Ja, ik vind het heel fantastisch. Ik ken Bliksem eigenlijk bijna vanaf het begin, door de jaren hier vaak gekomen, ook met mijn familie. En het is echt een super initiatief waarin je voor mensen, vaak ook nog jonge mensen, die misschien denken, nou, kun je die wel in de samenleving, in het werk of zo goed meekrijgen? Nou, en Bliksem en Plurijn erachter bewijst dat dat kan. Een mooie mix van hele mooie mensen die hier al een heel populair restaurant en winkel openen. Wat ook echt heel geliefd is in de buurt. En hier komen ook gewoon veel mensen. Ik bedoel, dit is niet alleen maar sociale participatie. Nee, hier gebeurt ook wat. Het is echt een restaurant en een winkel. Nou, het laat zien dat als je nadenkt en creatieve oplossingen denkt, dat het toch wel anders kan dan we soms denken. Hè? We denken soms wel dat sommige mensen die een bepaalde beperking hebben, daarom misschien niet goed een baan op de arbeidsmarkt kunnen vinden, dan heb je snel de neiging te denken, nou, dat gaat nooit lukken. Bliksem laat iets zien waar we in Nijmegen volgens mij heel goed in zijn, dat je samen heel veel kunt bereiken. En als je dat 25 jaar volhoudt, dat zegt misschien ook wel het meeste. Hè? Dus het toont ook aan dat het werkt. Tot zover het RN7 Regio Nieuws weekoverzicht van deze week. Maandag om 6:00 s'avonds zijn we weer terug met een nieuw bulletin. Houd in de tussentijd ons nieuws in de gaten via onze website rn7.nl en volg ons op Instagram en Facebook via RN7 Online. Nog een fijn weekend.